Goedemorgen. Al bijna een week hebben we behoorlijk zonnig weer te pakken en ook vandaag wordt weer een zonnige dag. Maar boven Frankrijk zie je al wel bewolking zitten en die wolken komen langzaam vanuit het zuiden dichterbij. Vanochtend bereiken ze ons nog niet, zonovergoten ochtend, temperatuur aan het einde van de ochtend 22 graden en vanmiddag wordt het dan zo'n 24 à 25 graden, op een enkele plek 26. Waait de stevige oostenwind, windkracht 4, af en toe windkracht 5 en in het zuiden neemt aan het einde van de middag de bewolking geleidelijk toe. In de avonduren kan er heel misschien een bui vallen in het zuiden, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wolken breiden zich wel verder naar het noorden uit en de temperaturen blijven nog steeds heerlijk bij die stevige oostenwind. Morgen wordt het dan allemaal wat wisselvalliger. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en op een enkele plek gaat een bui vallen. Verwacht geen verregende dag, maar zo fraai als het vandaag is, is het morgen niet. Wel weer hoge temperaturen. Woensdag en donderdag zitten we ook nog in de warme lucht. Ook dan temperaturen tussen de 22 en 25 graden. Maar er kunnen ook weer enkele buien vallen. De meeste buien verwachten we op woensdag. Dan is ook de kans op onweer en hagel het grootst. Vrijdag gaat de temperatuur naar beneden, maar gaat wel de zon weer schijnen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.